Na twee kwartalen economische krimp is Nederland in een recessie beland. Het consumentenvertrouwen is behoorlijk laag, hebben we het hier ook vaker over gehad. En de exportcijfers die laten een dalende trend zien. En de cijfers van het CBS zojuist uit. En dan zien we dat Nederland in een recessie is gekomen. Voor het tweede kwartaal op rij is er sprake van krimp. Maar ja, het afgelopen kwartaal, tweede kwartaal, 0,3% krimp. Het kwartaal daarvoor 0,4%. We gaan naar Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens de boeken van de economen is dit een recessie. Twee kwartalen op rij krimp. Maar ik zeg al, er zitten zulke gekke dingen aan deze recessie. En het is ook niet zoveel. Moeten we ons zorgen maken? Ja, dat laat maar weer zien dat de ene recessie de andere niet. Dat is waar, ja. De meest gangbare definitie, twee kwartalen op rij krimp. Nou, dus recessie. Maar ja, als je de man in de straat vraagt wat is een recessie, dan denken heel veel mensen toch aan bedrijven die allemaal kopje ondergaan. Massale ontslagen, mensen die hun baan kwijtraken. Ja, en van die twee zaken is absoluut geen sprake. Wat we wel zien is dat we wat minder aan het consumeren zijn. Hè? De consumptie van de huishoudens is, of althans niet minder, maar met 1% gegroeid juni jaar op jaar. Dat is ook niet heel veel, maar het is wel wat. Ja, dat klopt. Als je dan daar het tweede kwartaal ook van pakt en dan vergelijkt met het kwartaal ervoor, dat is gecorrigeerd voor seizoeneffecten, dus dat kun je er bekijken, dan zie je inderdaad dat de consumptie meer dan 1% gekrompen is op kwartaalbasis. Ja. Dat zit niet overal. Dat gaat vooral op de uitgaven aan spullen. Dus moet je denken aan voedingsmiddelen, kleding, dat soort zaken. En diensten gaan er wel wat meer uit. Misschien dat mensen wat voorzichtiger zijn, eventueel uit angst voor hoge prijzen. Aan de andere kant, al die spullen die ik net noemde, dat zijn bij uitstek zaken waar mensen na corona juist heel veel aan uitgaven. Dus formeel is het recessie. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen in de praktijk ook niet veel meer komt dan een cijfer die dat toevallig in het nieuws tegenkomen, maar dat ze daar in het dagelijks leven niet zoveel van merken. Ja, we hoorden hier de hoofdeconoom van het CBS, Van Mulligen. En hij zegt dus eigenlijk, Nederland zit in een recessie, maar daar gaan we niet zo heel veel van merken. Denk je daar ook zo over? Dat klopt. Je zou het bijna zegen kunnen noemen. Want er is bijvoorbeeld een enorme tekort aan arbeidspotentieel. Wat is er gebeurd sinds het einde van de kredietcrisis, de economische crisis 2014-2015, is de economie in de rechte lijn omhoog gegaan qua groei. In 2020 kwam daar de klad in vanwege de coronamaatregelen. Maar eigenlijk daarna is de economie verrassend genoeg verder gaan stijgen. Dus macro-economisch is het zo dat de economie verder is gaan stijgen. Sommige MKB'ers, daar hoor ik zelf ook bij, maar ook een heleboel andere MKB'ers die veel met mensen van doen hebben, die bleven nog steeds last hebben van die coronamaatregelen. Ging ook nog een tijdje zo door. Maar over het algemeen deed de economie het prima. Waarom? De overheid gooide eigenlijk heel veel geld in, stopte heel veel geld in die economie als compensatie voor de coronamaatregelen. Dus de economie ging kunstmatig groeien. Beetje Keynesiaans, zoals de economen dat zouden noemen. Om daarna, na het einde van die coronamaatregelen, überhaupt een hele grote natuurlijke groei te zien. Want iedereen was weer hartstikke blij. We gaan de straat op, we gaan bij wijze van feestvierend gaan wij spulletjes kopen. Dat is natuurlijk een beetje mijn vak. Dat zag je dus ook. Het gevolg is dus dat er bijna geen personeel is, want die economie groeide als een dolle. Daarbij is het ook zo winkelpersoneel, horecapersoneel, dat zeg maar voor die coronabeleidscrisis, zeg maar in de horeca of bij de winkel werkte, die is tijdens die coronatoestanden zijn ze bijvoorbeeld bij een PCR testbureau gaan werken of zijn ze vaccinaties gaan zetten, misschien onder begeleiding. Maar in ieder geval, ze kregen 2 tot 3 keer zoveel als dat ze normaal betaald kregen van ons geld, ons belastinggeld. Ja, en een heleboel van die mensen dachten van ja, ik kom niet meer terug in mijn oude vak. Dus ja, dat heeft ook te maken met dat personeelstekort. Eigenlijk is het zo, een pas op de plaats na eerst een periode van onnatuurlijke groei, door de overheid aangezwengeld door de coronamaatregelen. En daarna een periode van natuurlijke groei. Dat er nu eventjes pas op de plaats gemaakt wordt, het is eigenlijk helemaal niet zo gek. En het gekke is, er is nog steeds sprake van een lichte consumptiegroei. Dat zegt die meneer Van Mulligen, zegt dat zelf ook. En dat zou je eigenlijk niet verwachten, want de prijzen zijn behoorlijk gestegen. Enorme inflatie, ongekende inflatie eigenlijk. En toch stijgt de consumptie nog een heel klein beetje. Nou, dat is eigenlijk heel erg verrassend. Dus in grote lijnen, het onderliggende mechanisme, daaruit kun je concluderen dat het nog steeds verrassend goed gaat met de economie. En dat er nu met een paar tienden van de procent het heel eventjes wat minder is. Wat mij betreft niet zo'n probleem.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit hele item met verbijstering naar kijk. Ik bedoel, ik ben niet deskundig op dit gebied, dat zeg ik je, maar ik kom ook bij de Albert Heijn. En ik zie gewoon de afgelopen maanden de prijzen stijgen. Ja. Ja? En niet een beetje. Echt, op een bepaald moment was er een piek van 17% inflatie. Ja. Ja? Dat betekent, ik word gewoon werkende arm. He, niet alleen van het inkomen wat ik heb, maar ik heb ook een spaargeld. He. Ik ben een keurige burger, dus ik heb keurig gespaard. Nou, dat is gewoon de afgelopen 2 jaar 15% minder waard geworden. Ik heb gelukkig geen grote leningen. Maar laten we wel wezen, er zijn mensen die huizen hebben met leningen. Die hadden een hele lage hypotheek. Dat is de afgelopen maanden is dat 3, 4, 5% gestegen. He, die hypotheek. Dus ik begrijp helemaal niet hoe men hier kan zeggen, nou, er is eigenlijk niks aan de hand en we hebben nog steeds groei. Ja, in euro's. Maar die euro die is wel veel minder waard geworden in koopkracht. Hans. Nee, natuurlijk. Nee, maar je hebt natuurlijk sprake van consumptiegroei. Dus dat mensen toch nog meer geld gaan uitgeven. En volumegroei, of op dit moment volumedaling. Dus dat klopt. We kopen minder producten, omdat je met dat geld minder kunt kopen. Ja, en als ik zelf naar de Albert Heijn ga, dan heb ik ook datzelfde probleem als jij. Potverdorie, wat is het duur geworden. Ja, maar dan klopt het eigenlijk niet wat de hoofdeconoom van het CBS zegt. Dus nou, eigenlijk merken we daar wel iets. Jij zegt de volumegroei daalt. Er is geen volumegroei, er is alleen groei in geld wat zwaar geïnfleerd is. Ja, dat klopt. Maar ik verwacht dat ook die volumegroei weer gaat plaatsvinden. Ik heb hier een keertje in april aan deze tafel gezegd, zo van die graai inflatie die bestaat niet. Ook Albert Heijn heeft veel minder winst dan in het verleden. Een plus supermarkt leidt verlies. Dus er zijn nog meer partijen die verlies leiden in de supermarktbranche. Ah, dus al die wel prijs... een recordwinst vorig jaar. Ja, maar Albert Heijn niet. Dus de netto winstwaarde was geen 4%, maar 2,5% geworden. Dus dat betekent dat er dus minder winst gemaakt wordt op de verkoop van supermarktproducten. Ja. Over het algemeen gaat het dus slechter. Breken ze lang niet al die kostenstijgingen door. En nu is het ook zo, dat zegt Albert Heijn zelf ook. De verwachting is, en dat zei ik in de afgelopen april ook, dat vanaf dit najaar de kosten niet verder gaan stijgen en dat ze verder gaan dalen. Want die supermarktbranche die is dusdanig competitief dat als Albert Heijn de prijzen verhoogt en Jumbo de prijzen verlaagt, hetzelfde product, gaat iedereen en masse naar de Jumbo toe. Dus ze houden elkaar sterk scherp in de gaten. En die prijs die is zo laag als maar mogelijk kan zijn om toch nog een heel klein beetje winst te kunnen maken. Ja, nee, Hans, ik hoop dat je gelijk hebt. Laat dat helder zijn. Ik zit er voortdurend op te wachten. Maar op dit moment kom ik iedere dag in de supermarkt en denk, dit gaat niet goed. En ik ben niet de armste. Er is een groep die toch veel armer is. Was eigenlijk ook nog wel iets grappigs, wat ik las vorige week in de Telegraaf, volgens mij. Warmte juli oorzaakt prijsstijgingen. Dat stond er ook. Dus we krijgen ook allerlei redenen waarvoor we prijsstijgingen krijgen. Ja. Oneigenlijk, volgens mij was het niet zo mooi weer in juli. Of hartfalen onder jongeren vanwege het klimaat. Ja. Dat misschien wel een andere oorzaak. Maar iedereen weet, dat heb ik ook nog niet gehoord. We weten toch allemaal dat sinds de oorlog in Oekraïne de olie- en gasprijzen een beetje van slag zijn. Dat men vindt dat we geen goedkoop Russisch gas meer mogen gebruiken of goedkope Russische olie. Dus dat moet duur Amerikaans gas worden, want wij zijn bij de NATO, dus daar moeten we zwaar voor betalen. We kopen nog steeds Russisch gas, alleen dan met tussenkomst van India of China. Ja. En dan tegen drie keer de prijs. Dus het is ook gewoon wanbeleid bij de overheid. Wij produceren zelf ook nog steeds gas. En dat verkopen we dus aan andere landen, omdat er allerlei verplichtingen kennelijk zijn. Tegen een veel lagere prijs als dat gas uit het buitenland wordt ingekocht. Ja, het is puur wanbeleid van het ministerie van Economische Zaken, van minister Rob Jetten, die er echt helemaal niks van snapt. Laat ik het daar maar op houden dat hij het niet snapt. Dan gaan we daar. Ze snappen het niet, maar ze nemen de cijfers wel heel serieus. De cijfers omtrent recessie. Zo heeft minister Adriaanse aangegeven dat ze willen oppassen met lastenverzwaring. Dus enerzijds hebben we een dimissionair kabinet wat zegt van daar gaan we oppassen op die lastenverzwaring. En anderzijds hebben we een hoofdeconoom van het CBS die zegt van we gaan er helemaal niet zoveel van voelen. Dat is een grote tegenstelling. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, maar ik vind het een niet zo heel veel te maken hebben met het andere. Je moet gewoon überhaupt de lasten verlagen en nooit verhogen. Maar
goed, ik ben natuurlijk ook ondernemer en klassiek liberaal. Zo sta ik er economisch in. Hoe hoger de belastingen, hoe slechter het gaat met het bedrijfsleven, hoe slechter het gaat uiteindelijk ook met de schatkist, dan krijg je dus minder belasting binnen, hoe slechter het gaat met de samenleving. Dus als ondernemers vrijelijker dan in het verleden kunnen ondernemen, minder regels hebben, maar met name ook minder lasten, dan zul je zien dat het beter gaat uiteindelijk met de schatkist, met de samenleving en dus ook met het gehele land. Dus ik ben het met minister Adriaanse eens. Geen lastenverhogingen of oppassen met lastenverzwaringen. Nou, ik zou zeggen helemaal geen lastenverzwaringen. En de lasten moeten überhaupt eigenlijk verlaagd worden in plaats van verhoogd. Want zij zegt ze moeten iets minder verhoogd worden. Hoe dan de grote uitgaven van de corona en de maatregelen, hoe moeten die dan terugbetaald worden? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat we hier zien. Dat krijgen we alleen maar door, voor elkaar als zeg maar, het bedrijfsleven. En dan heb ik het niet alleen over het grootkapitaal, maar met name ook de MKB'ers. Goed voor bijna 70% van de werkgelegenheid. Als de MKB'ers het beter gaan doen, zul je zien dat het uiteindelijk ook beter gaat met de staatskas. Hoe lager de belastingen, hoe hoger uiteindelijk de belastinginkomsten. Dat klinkt als een paradox, maar zo is het wel. Als je bedrijven te veel gaat belasten, gaan bedrijven stuk, gaan ze kapot. En dan is er uiteindelijk minder concurrentie, ook minder werkgelegenheid. En dan krijg je dus ook minder belastinginkomsten. En dan heb je meer uitkeringen, meer uitgaven. Dus altijd lasten verlagen. Dat is mijn punt. Dat is, vind ik een politiek zeer gekleurd verhaal. Maar waar ik mee zit is gewoon, iedereen die roept, het gaat allemaal uitstekend. Er is geen recessie. Ja. Nee, als je niet rekent in inflatie, is er gewoon geen recessie. Ja, ik vind Hans heel mooi, maar je klinkt heel hoopvol. Proef ik niet overal hier aan tafel? Nee. Geeft toch niet? Ja, nou, nee, maar ik hoop dat Hans gelijk heeft. En ik kan me voorstellen dat jij zegt, in het najaar is het zo dat die grote winkelbedrijven tegen elkaar gaan concurreren en gaan die prijzen zakken. Nou ja, dat zou kunnen. Laten we het hopen. Ja, nee, je bent niet de enige hoor. Er zijn meerdere mensen die niet zo hoopvol zijn. Laten we even gaan kijken naar een fragment van Madelon Vos. De hoeveelheid kredietaanvragen is de afgelopen periode in Nederland fors toegenomen. En ook zien we dat het aantal faillissementen oploopt. De eerste scheurtjes binnen onze sterke economie, althans dat was wat ze zeiden, die worden steeds meer zichtbaar. Want de oprichter van Bridgewater Associates, Ray Dalio, die deelt zijn inzichten over de huidige wereldorde en de grotere veranderingen die eraan zitten komen. En hij zegt er zijn 5 veranderingen die deze wereld aan het beïnvloeden zijn. En je kent vast wel Ray Dalio en zijn principles, de Principles of a Changing World Order. En dit is eigenlijk wat daaraan vooraf gaat, of wat daar aan zijn grondslag ligt, hoe hij nu naar de huidige situatie kijkt. En hij zegt, nou, we hebben een financiële en economische kracht die een rol speelt. Dalio die stelt namelijk dat we ons op dit moment midden in een termijnschuldencrisis bevinden. En aan het einde van de lange termijnschuldencrisis. En door die onhoudbare schuldgroei lijken we op een keerpunt te staan dat de financiële orde volgens hem zal gaan veranderen. Nou, daar heb ik het net even kort over gehad. Het andere stuk wat daar hun visie op gaf. En dat ligt eigenlijk wel in lijn. Er is zoveel schuld gecreëerd dat doordat de economische groei afneemt, je niet meer van die schuld af kan komen. Dus heeft hij dus over oplopende faillissementen en een ongekende schuldengroei die de hele financiële orde kan veranderen. Ik wil je niet pessimisme aanpraten of zo, maar is dit dan geen voorbode voor verdere economische neergang, denk je? Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen eeuwen, dat we een beetje een goede geschiedschrijving doen, hebben we natuurlijk meerdere keren meegemaakt dat er perioden zijn van inderdaad economische crisis. Ja, meervoud economische crisis. Jaren 30 bijvoorbeeld van de vorige eeuw. En we hebben nu natuurlijk de kredietcrisis afgesloten. Dat ging ook vaak over te veel geleend geld. Dus dat klopt, dat is een zorgenpunt. Dat is nu ook het geval. Het is wel zo, mensen denken vaak alleen maar in recessie en in conjunctuur. Hè. Je hebt hoogconjunctuur, laagconjunctuur, 7 vette jaren, 7 magere jaren. Vaak zijn dat 5 vette jaren en 5 magere jaren. Maar bijna een bijbels verhaal wordt het dan. Maar wat nog veel belangrijker is, dat zijn de lange termijn cycli, daar begon zij ook over. Maar ja, dat zijn de zogenaamde Kondratjev-cycli. Dus elke 50, 60 jaar zie je dat het een stuk beter gaat met de economie, of juist een stuk slechter. Nou, we zitten nu volgens Kondratjev in een soort economische winter. En het lijkt erop dat we het ergste eigenlijk al gehad hebben door die kredietencrisis. En we zullen langzaam weer een opgaande lijn gaan krijgen. Dus jij denkt niet dat het erger wordt dan dit?
Het is wel zo dat onze overheid, en niet alleen de Nederlandse overheid, maar wereldwijd, heeft natuurlijk met die hele coronabeleidscrisis, ik zeg met name coronabeleidscrisis, want beleid was erger dan het virus zelf, dat wel wat roet in het eten heeft gegooid, door eigenlijk de zaken erger te maken dan ze eigenlijk al waren. Want ja, zelf ook met mijn eigen bedrijf, in de jaren 2012, 2013, heb ik met mijn bedrijf moeilijke jaren gehad vanwege die economische crisis, maar dat snapte ik. Het is een economische crisis, dat heb je soms. Alleen, nu is het zo dat de overheid heeft gezegd dat sommige bedrijven en sommige branches, sommige bedrijfssectoren gewoon gesloten moesten zijn. Nou, dan krijg je een heleboel effecten ervan. En wat dat betreft begeven wij ons op nieuw terrein. Maar in feite is het zo dat ik denk dat we het ergste gehad hebben. Maar laten we alsjeblieft niet naar een overheid toe gaan die ons nog weer wil gaan controleren dan nu het geval. Ik pleit juist voor een overheid die steeds minder aan controles doet. En een overheid die zeker ondernemers vrijlaat in hun doen en laten. Natuurlijk, er moeten regels zijn. Maar ondernemerschap, vrijheid van handelen, vrijheid van ondernemen en met name de vrijheid van meningsuiting, dat is heel erg belangrijk voor een goed werkende democratie en ook uiteindelijk voor een goed werkende economie. Maar dan heb je ook heel wat vertrouwen in politiek. Nou, maar de afgelopen 3,5 jaar en eigenlijk ook wel een aantal jaren daarvoor is dat vertrouwen enigszins beschaamd. Maar ja, we gaan naar nieuwe verkiezingen, dus laten we hopen dat daar iets verstandigs uitkomt. Als daar iets verstandigs uitkomt, dan heb ik weer hoop. Ik hoor heel veel economen zeggen, Ab Flipsen, die ik ook volg, en die zeggen, ja, we hebben zo op de pof geleefd. De hele wereld leeft op de pof. Mm-hmm. De goudstandaard zijn we kwijt sinds 1973. Er wordt niets meer gedekt, alles wordt bijgedrukt. En bijdrukken van geld levert gewoon enorm veel inflatie op. Ja. Op een gegeven moment moet je je schulden terug gaan betalen. Want als je dat niet doet, en we hebben natuurlijk de euro gekregen, en daar hebben we natuurlijk al een inflatiecorrectie in gehad. Ja. Van de gulden naar de euro, want het was al twee keer de helft. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk op, en zeker met de hele coronacrisis, hoeveel dat heeft gekost aan landen, betekent het, dat moet terugbetaald worden. Landen kunnen dat niet meer. Amerika is volgens mij een van de grootste schuldenaren van bijna alle landen, met een enorme nationale schuld waar ze mee zitten. Op een gegeven moment, die dollar is niet meer helemaal stabiel. We zien dat er nu die BRICS-landen komen die in feite zeggen, jongens, wij gaan een nieuwe munt gaan we introduceren met wel goud gedekt. Er gebeurt nogal wat op die markt. Ja. En jij blijft eigenlijk zeggen van, nou, het is... Nee, kijk, als het gaat om schulden, die moet je uiteindelijk terugbetalen. Daar ben ik helemaal met je eens. En het is ook prima dat mensen zich zorgen maken en ons waarschuwen voor van alles en nog wat. Als het gaat om schulden terugbetalen, wil ik één uitzondering maken. Want ja, een heleboel ondernemers zijn door het coronabeleid in de problemen gekomen, omdat ze gedwongen werden gesloten. En het was niet alleen zo dat ze tijdens de lockdowns dicht waren, maar voordat dat zich herstelt, dan duurt dat maanden. Dus ik vind dat die coronaschulden, die door het beleid eigenlijk zijn... die door het beleid zijn gekomen, die coronaschulden moet je deels kwijtschelden. Of misschien dat ze ook nog mogelijkheid zijn, de bedrijven de mogelijkheid geven om het langer uit te stellen, zodat er een langere betalingstermijn is. Ja, ik vind dat is buiten de schuld van de ondernemers. Ik snap dat je dat wil, maar de overheid heeft al gezegd, dat gaan we niet doen. Nou ja, we gaan niets kwijtschelden, want faillissementen hoort ook bij ondernemers. Dan moeten we dus wij stemmen op 22 november. Ja, door ondernemingsvriendelijke partijen zeg maar, aan de bewind te laten komen. Dat is eigenlijk wat ik vind. Ja. Ja. Nou, ja, het is niet alleen in Nederland, jij zei het net zelf ook al. Hè. In Amerika is er ook een hele grote monetaire bubbel. Zo lezen we ook in de Telegraaf dat de hoeveelheid creditcardschuld in Amerika 1 biljoen heeft gepasseerd. Ja, dat is een historisch record. En in China is de hoeveelheid leningen op dit moment juist bijzonder laag, waardoor het risico van deflatie toeneemt. En nou ja, je weet dat natuurlijk wel, hè, dat er wereldwijd ook van alles speelt. Maar denk je niet dat dat effect gaat hebben op Nederland? Het is nummer 1 en 2 economieën van de wereld. Dat zijn de grootmachten. Zijn. Het enige is, in het geval van China, dan moet je helemaal niks vertrouwen wat daar vandaan komt. Want in de tijden dat ze 11 of 12% economische groei jaarlijks hadden, moet je dat ook met een korreltje zout nemen. Dus China vind ik heel moeilijk om te peilen, omdat ze gewoon continu geen enkele waarheid vertellen. Als het gaat om Amerika, Verenigde Staten, ja, die creditcardschulden die zijn al decennia, of eigenlijk nog wel langer, torenhoog. Dat moet inderdaad aangepakt gaan worden. Maar het is een Amerikaans probleem. Als het gaat bijvoorbeeld om Europa en zeker ook Nederland. Natuurlijk, sommige mensen hebben schulden, sommige bedrijven hebben schulden, maar er zijn ook spaartegoeden. Nou, die spaartegoeden zijn bijvoorbeeld in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Dus je
moet schulden ook zien ten opzichte van de bezittingen die je hebt. Dat zou elke econoom of zelfs elke boekhouder, alsof je eigen bedrijf gaat, je uitleggen. Dus het is niet alleen maar zo van, ja, dit is aan de hand, is een groot probleem. En dus moeten wij een doemscenario gaan volgen en belandt de hele wereld in een soort rampspoedsituatie. Dat geloof ik gewoon niet. Problemen moet je analyseren, problemen moet je oplossen. Maar niet de hele tijd denken van, alles gaat mis. Ja. Gezondheid, ja. Ze dokter, hè? Ik moet even een slokje water drinken. Rustig aan. Ja. Ik vind het heel mooi dat je zo hoopvol bent. Laten we daar gewoon mee eindigen. Want we hebben ook vaak genoeg scenario's hier die omgeschreven worden die wat minder hoopvol zijn. Dus om het wat tegen te bieden. Het is een spagaat waar ik mijn hele leven al in zit. En zeker de laatste paar jaren. Kijk, ik ben natuurlijk een van de bekendste coronabeleidscritici geworden. Tegen Willem Dank, dat was ik helemaal niet van plan. Maar ja, het kwam mij maar zo. Vanaf dag één dacht ik van dit is niet correct zoals het nu gebeurt. Nou, dan ben je heel erg scherp en kritisch op de overheid en op het beleid. En ook jongens als jullie dit doorzetten, dan gaan er een heleboel problemen ontstaan die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Aan de andere kant, dat zeg ik ook als retail-specialist en dat zeg ik ook als consumentengedragsspecialist, we hoeven helemaal niet zo negatief te zijn. Dat zei ik ook tijdens die coronabeleidscrisis. Het gaat zich herstellen en dat is ook gebeurd. Winkelleegstand, mijn voorspelde, ook collega's van mij, ja, we gaan van 7% naar 20% of misschien wel 40% winkelleegstand. Mijn compagnon en ik bij Strabo, wij zeiden van nee, we gaan misschien van 7 of 8% naar 8 of 9%, maar het zou best wel kunnen zijn dat het stabiliseert en dat het daarna zich gaat herstellen. Wat is er gebeurd? Zelfs ik als grote optimist heb niet helemaal gelijk gekregen, want de winkelleegstand die daalt gigantisch op dit moment. En dat is tegen alle verwachtingen in. Nou, en dat is dus een spagaat waar ik in zit. Aan de ene kant kritisch zijn op wat er mis is. En ja, we moeten problemen oplossen. Aan de andere kant, de menselijke geest is veerkrachtig. We hoeven niet bij de pakken neer te zitten. Waarschijnlijk komt het ook wel weer goed, maar dan altijd weer op een andere manier dan een heleboel mensen denken. Nou, en dan vind ik het grappig dat bijvoorbeeld in het Parool staat, nou, meneer Van Tellingen en zijn collega meneer Van Waaij hebben gelijk gehad met hun voorspellingen, want die winkelleegstand die is alleen maar aan het dalen. Dat is de realiteit. Ja, nou ja, je zei dat het ergste is geweest. Ja. Ik hoop ook dat je hierin gelijk hebt. Ik ook. Dat ook, ja.